Je bent niet alleen, je bent niet alleen, kijk hoe je heet. Hey guys! Hallo! Zonschijn! Heerlijk weer! Oh, super! En waar gaan we vandaag naartoe? Naar de Tweede Kamer. We gaan naar Den Haag. We gaan een make a little road trip om wat te doen. Om met de overheid te spreken over eenzaamheid. Hoe denken hun erover en wat doen ze daartegen? Weten ze überhaupt van het bestaan van eenzaamheid onder jongeren af? Nou, we zijn aangekomen op onze eindbestemming. Den Haag! En we wachten op José. En Zara. Tanja en ik ben Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik ben woordvoerder beroepsonderwijs en daarnaast ook aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Dus ik denk ook heel erg na over hoe zorg je nu dat je jongeren zodanig opleidt dat ze ook aan een baan kunnen komen. Ik vind echt onderwijs meer dan taal en rekenen. Mm-hmm. Ik vind dat onderwijs dat de school je ook moet vormen. Alright, Steek van Wouw, die gaat beginnen. Persoonlijke verhalen omtrent eenzaamheid, wat wij in ieder geval hebben meegemaakt of wat we gevoeld hebben, hebben we verteld en ook namelijk op video gezet. En ons doel daarmee eigenlijk is dus om de jongeren, vooral de jongeren die ook daarmee kampen, het bespreekbaar te laten maken. Ja. En dat vinden wij gewoon heel belangrijk, omdat eenzaamheid is gewoon, het is een heel vervelend gevoel en als je er alleen mee zit, dan blijf je met die struggle zitten. En daarom vinden wij het gewoon belangrijk dat dit besproken moet worden. Hoe? En wat het grappige is, als je aan eenzame mensen denkt, dan denk je altijd aan mensen die zielig uitzien en dan zeg je van, oh, ik mag er niet zijn, hè. Dus als ik dan naar jullie kijk, dan denk ik, nou, dat zijn allemaal een beetje getantes, die komen er wel. Dus dat is heel mooi om te zien dat het niks is wat het lijkt. Want je denkt, ouderen zijn eenzaam. Ja. Denk je, hè? Denk niet aan jongeren zijn eenzaam, die hebben social media en... Je hebt, tuurlijk, zoveel duizenden vrienden op die pagina van jezelf, maar uiteindelijk met wie praat je echt ook fysiek. Ja. Ja. En dat is toch wel een Mijn zusje zegt het heel mooi, zij zegt, everybody has his own sad stories. Dus iedereen heeft zijn eigen verhalen die pijn doen. Zo. We hadden een enorme discussie na Charlie Hebdo, weet je wel, in Parijs. Toen zei Delano, oké, juf, ik wil er even praten, maar dan moet ik iets hebben. Heeft u een methode? Dan dacht ik, een methode. Dus die andere leerkracht van ons, die andere leerkracht waarmee ik het doe, Mihai, die lachte toch. Mihai keek naar mij en zei, ja, heb je een methode? Ik zei, ja, ik heb een methode, lef, zomaar. Weet je, het eerste woord wat in me opkwam, lef. Toen dacht ik, oké, waarom moet ik verstaan? Dus toen heb ik dat. Dan blijf je luisteren, empathie, feedback. En iedereen zei, oké, cool, gaan we doen. Dus zo is iedereen ermee aan de slag gegaan. Dus ik ga via lef. Leer ik ze gewoon over maatschappij leren. Waardoor lef, omdat ik het moet brengen, ze denken oké, je moet er luisteroefeningen in hebben. Ze moeten erin kunnen invoelen en ze moeten kunnen feedbacken. Maar via de lef-methode, dat we stellen onze mening uit. We gaan niet direct een mening hebben. Bijvoorbeeld, ik denk erover na om jullie verhalen bijvoorbeeld ook met mijn jongeren te delen. Van dit zijn meiden, en ze vinden het allemaal leuk en zo, maar hebben allemaal met eenzaamheid te maken. Kijk ernaar. Heb geen mening, maar denk gewoon wel na over wat zij vertellen, dus luister goed. En dan kunnen we het bijvoorbeeld hebben over eenzaamheid. Ja. En dan zou eenzaamheid bijvoorbeeld op de politieke agenda moeten zijn. Wie moet het oplossen? Is het iets dat jullie kunnen als klas? Of
Want je moet je zeggen van eenzame ouderen en eenzame jongeren aan elkaar koppelen, bijvoorbeeld als project. Heeft u wel eens eenzaam gevoeld? Ik denk dat iedereen in zijn leven ook momenten heeft waarop je gewoon je echt eenzaam voelt. Kijk, ik ben, moet wel eerlijk zeggen, ik heb me nooit structureel eenzaam gevoeld. Dus dat je echt gewoon heel lang dat hebt. Dat komt ook een beetje omdat ik heb geweldige mensen om me heen. Weet je, een super zusje die continu kan bellen, die er altijd voor me is. Ik heb een paar vrienden die er altijd voor me zijn. Maar je hebt wel, als je in de politiek zit bijvoorbeeld, dan heb je wel eenzame momenten. Omdat het hier toch echt is, hoe hecht je ook kan zijn als team. Maar je hebt wel, je moet uiteindelijk zelf scoren als politica in je eentje. Vind ik wel pittig. Dat vind ik wel pittig. Dat je in de politiek minder als team kan werken. Meer toch ook moet denken aan jezelf, aan profilering. En hoe zou u dat willen oppakken? Op welke manier zou u dat? Ja, dat is eigenlijk al door dit soort dingen, hè, mooie gesprekken met jonge mensen. Omdat ik merk dat jonge mensen daar nog veel gevoeliger voor zijn. Je ziet dat heel veel jongeren die zoektocht maken naar verbinding. En verbinding krijg je niet door debat. Verbinding krijg je door dialoog. En kan de politiek iets doen tegen... De politiek kan, denk ik, nooit eenzaamheid voorkomen. Maar we hebben natuurlijk wel hier mogelijkheden, zodat grotere groepen mensen nadenken over, oké, dit is ook iets wat in onze samenleving speelt. Met wat jullie doen, dat is natuurlijk ook dat, hè. Dat is je gewoon je verhaal laten horen aan mensen, zodat ze luisteren naar mij, dat is eigenlijk wat ik zeg. Luister naar mij, voel met me mee. En laten we elkaar op basis van jullie verhalen feedback geven. Want wat jullie doen, is eigenlijk de samenleving een spiegel voor. In de politiek, ik kan een paar dingen voor elkaar krijgen. Ik heb ook allerlei netwerken waar ik dingen voor elkaar. Dus wat zou ik voor jullie kunnen betekenen? Waar denk je aan? Wat zou je boodschap zijn? Wat ik vooral goed vind is wat u deed sowieso met het lef. Ja. Op school bij maatschappijleer. Uh-huh. En ik denk sowieso dat de middelbare school bevindt die doelgroep zich ook vooral. Daar ook meer aandacht aan wordt besteed. We zien ook een soort van opdracht dat mensen leren echt luisteren naar anderen. En door te vragen, mensen in mijn omgeving het überhaupt moeilijk vonden om mij wat te vragen. Weet je, hoe zit het nou eigenlijk met je en hoe voel je en wat is er nou gebeurd? En dus echt, jullie zien ook echt wel een rol voor school op een bepaalde manier, hè? Ja, vooral met de doelgroep nog best wel daar bevindt. En die kinderen zitten in de puberteit, is het bloed van je leven. Ja. Als je dat soms dan kan meekrijgen. Neem dat eigenlijk ook je hele leven mee. Ja, we zijn zelf wel zelfgericht met onszelf bezig, omdat we ook niet bezig zijn met anderen helpen of veel belangstelling tonen, misschien alleen via social media. Vinden jullie dat we in deze samenleving te weinig verbonden zijn met elkaar? Ik denk dat het wel een beetje te weinig is. Ja. Iedereen leeft voor zichzelf. Ja, ik ervaar nu wel heel veel steun en heel veel... Wel verbonden, maar ik weet dat het voor heel veel mensen en voor mij ook niet altijd zo is geweest. Wat doet de overheid eigenlijk? Of weet de overheid wel wat daar speelt? En dat het niet alleen bij de ouderen ligt, maar tegenwoordig ook heel erg bij de jongeren. Ik denk dat je daar een punt hebt. Ik denk dat er wel heel veel wordt gedaan rondom eenzaamheid bij ouderen. Maar niet bij jongeren, dat het nog een soort van taboe is. Maar eigenlijk aan het denken, als je zegt van wat wordt er hier gedaan, nog niet genoeg. Mm-hmm. En nu ik zei, denk ik, nou, het zou ook, ik ben maar echt op een idee, hè. Misschien moet ik het wel politiek maken. Hoe zou u, het zou kunnen aankaarten? Nou ja, er zijn een paar mogelijkheden. Eén mogelijkheid is om het echt in een debat hier in de Kamer naar voren te brengen. Andere zou zijn dat ik een initiatiefnota maak. Dat is dus dat kan je hier in de Kamer doen, maar dan wil jij echt iets, dan zet je iets op de agenda. En ik ben een politiek partner, dan moet ik echt wel lopen. Sinds we politiek partner zijn, ben ik ook een paar kilo's kwijt. Even bellen met Mel. Fina. Maar Tweede Kamer was top. Echt je meiden van Life Project hebben het echt fantastisch gedaan. Hallo, ik weet niet of je beseft wat dat betekent. Gammer. Gammer.